12 's nachts en over een half uur vindt hier in de grote zaal het nachtconcert plaats. Cello Octet Amsterdam speelt dan een nieuw werk van Michael Gordon en ze zijn nu nog even aan het soundchecken. De zaal ziet er nogal anders uit dan anders. Hoe gaat het publiek zo meteen zitten? Wij zitten in een grote cirkel opgesteld en het publiek gaat zowel in die cirkel zitten, dus in het geluid van de cello's, als wel daarbuiten. En wat is het idee daarachter? Wat voor effect heeft dat? Het hele stuk is echt wel een soort trip, waarbij er ook heel veel motiefjes de hele tijd door het octet rondgaan. Dus dat je echt zo'n cirkeleffect krijgt. En ik denk dat als je daar omheen zit en zeker als je daar binnen zit, dat je dat nog extra ervaart. Hoe is het voor jullie dit stuk om te spelen? Het is heel gaaf om te spelen. Het is super ritmisch en we hebben ook een clicktrack in onze oren, zodat we alles heel mooi op het tempo kunnen plaatsen. René heeft dus een clicktrack gemaakt en die horen wij dus allemaal. Daarna spelen we allemaal van iPads met pedalen, omdat het ook vaak zo doorgaat dat je geen handen vrij hebt om te slaan. Dus we moeten goed horen dat we de klik horen, maar je moet ook de balans vinden dat je ook nog elkaar kunt horen. Dus het is echt even andere antennes aanzetten. Het is wel een enorme concentratiespan. Het is 48 minuten lang, waarbij we eigenlijk non-stop allerlei ritmes aan het spelen zijn. Dus we hebben goede concentratie nodig, zeker rond dit tijdstip. Ja, want het is nogal wat. Een concert geven om 12 uur 's nachts. Wat vraagt dat van jullie? Het voelt een beetje als oud en nieuw. Dus het voelde wel een beetje als een soort van opblijven, dat je denkt, ik wil eigenlijk gaan slapen. Oh nee, ik moet een concert geven. Maar nu nadert het 12 uur moment, dus voel je een beetje de adrenaline. Denk je dat het ook wat toevoegt aan de muziek, aan het stuk, de tijdstip? Ja, zeker wel. Vooral omdat mensen gewoon ook lekker kunnen gaan liggen op de grond. Er zijn kussens uitgespreid. En het geeft een andere vibe dan bij een gewoon concert om 7:15.